Deze video gaat over de afstandsformule. In deze video ga ik je laten zien wat de afstandsformule is. En ik ga een voorbeeld bespreken waarin we deze kennis gaan toepassen. Maar allereerst wat is de afstandsformule? Nou, ik heb hier aan de zijkant even een stukje theorie opgeschreven. En dat ga ik even met je doornemen. Het gaat over de afstand van het punt P. En P heeft als coördinaten xp, Ip. En dat betekent dus de x-coördinaat van p. En de echo coördinaat van punt p. En de afstand van punt p tot de lijn k. En k is van de vorm ax plus bi is c. Die afstand kan ik met de volgende formule berekenen. En dit is dus de afstandsformule. Nou, er staat hier d en dan p, k. Oh, die d die staat voor distance, dus voor afstand. En p, k dat betekent de afstand van p tot k. En dat is ook wat we willen, want de afstandsformule gaat over de afstand van een punt tot een lijn. Dus van het punt p tot de lijn k. Die afstand kan ik als volgt berekenen. Absolute waarde axp plus ip min c. En die letters die je hier ziet, die komen natuurlijk ook weer van die dingen die we net genoemd hebben. En onder de streep hebben we de wortel van a kwadraat plus b kwadraat. Dus als je de afstand van een punt tot een lijn wil berekenen, dan kan dat dus, als je een punt daarvan de coördinaten weet en van een lijn heb je hem in deze vorm, dan kun je dat dus met deze formule uitrekenen en dan weet je dus wat de afstand is van een punt tot een lijn. Nou, we gaan deze kennis even toepassen bij een voorbeeld. En dat voorbeeld heb ik hier opgeschreven. Gegeven is het punt a en a heeft als coördinaten 5,5,3,5. En de opdracht aan ons is, stel vergelijkingen op van de lijn k die door het punt... 6,0 gaan en op een afstand wortel 10 van A liggen. Dus we weten nu wat de afstand is tussen een punt en een lijn. Maar dat is gegeven. Het gaat over de lijnen K. Die liggen op een afstand wortel 10 van A. Dus we weten de uitkomst van onze afstandsformule. Die is namelijk wortel 10. En de opdracht aan ons is stel de formule op van de lijnen K. Dus we weten de afstand. We weten ook om welk punt het gaat. Het gaat om de afstand van het punt A tot K. Dus dat punt weten we ook. Het enige wat we niet weten is de formule. Dus die weten we niet. En die formule moeten we juist gaan opstellen. Ja, we gaan dat hier doen en we gaan dus gebruik maken van die afstandsformule. En wat we eerst gewoon even gaan doen, het gaat over een rechte lijn. Want die lijnen K dat zijn rechte lijnen. En we moeten van een rechte lijn de formule opstellen. Dus we beginnen gewoon even met het opschrijven van de algemene formule van een rechte lijn. Dus we noteren. K dubbele punt i is ax plus b. Dit is de formule van de rechte lijn en die formule moeten we dus gaan opstellen. En dat is hier de opdracht en daarvoor gaan we zometeen die afstandsformule gebruiken. Maar we beginnen gewoon even bij het begin en dat is deze formule. Nou, nu gaan we de coördinaten van het punt invullen waar deze formule doorheen gaat. Nou, het staat in het verhaaltje, de lijnen k gaan door het punt 6,0. Dus we kunnen 6,0 hier invullen. Dat gaan we even opschrijven. Dus 6,0 invullen. En dan krijgen we dus 0 is gelijk aan 6a plus b. Nou, die waarde van b, die kan ik nu niet uitrekenen. Want ik weet de waarde van a niet. Maar wat ik wel kan doen, is die b uitdrukken in a. Wat ik dan ga doen is, ik ga die 6a naar links verplaatsen. Dus dan krijgen we b is min 6a. Zo. En nu heb ik mijn b uitgedrukt in a. Nou, we gaan deze hier weer invullen in onze beginformule. Dus hieruit volgt dat voor k geldt i is ax min 6a. Zo. En nu gaan we deze formule in de vorm schrijven die ik nodig heb voor de afstandsformule. Want dan kunnen we zometeen die afstandsformule gebruiken. En nu denk je misschien, ja, wat hebben we daaraan? Nou, als we hier zometeen de waarde van a op een of andere manier kunnen berekenen, dan is onze formule af. Want we hebben b uitgedrukt in a, dus als ik de a weet, weet ik de b ook. En dan ben ik klaar hier zo. Dus om dat te kunnen doen, moet ik deze zo schrijven, zodat we die afstandsformule kunnen gebruiken. Nou, ik moet dus de x en de y. Aan dezelfde kant van het is-teken krijgen. Dat gaan we hier ook even doen. We brengen de x naar links. Dus we krijgen min ax plus i is gelijk aan min 6a. En dat is voorlopig even onze formule van de lijn k. Oké, okay, nu hebben we dus onze formule van k. En we gaan nu dus die waarde van a berekenen. Want als we de a hebben, kunnen we de formule helemaal afmaken en dan zijn we klaar. We gaan die a berekenen met behulp van de afstandsformule. En dan moet je even bedenken dat in het verhaaltje staat dat de afstand van k tot het punt a gelijk moet zijn aan wortel 10. Dus we kunnen noteren dat d, dus de afstand tussen a en k, is gelijk aan wortel 10. Zo, dit is wat in het verhaaltje staat. Nou, in plaats van de afstand van a tot k... Mag ik de afstandsformule schrijven? Dus wat we nu gaan doen is een vergelijking maken van de afstandsformule en wortel 10. En daarvoor gaan we dus die afstandsformule invullen met behulp van de gegevens die we hier hebben. Dus we beginnen met de absolute strepen aan de bovenkant. Dus tussen absolute strepen. En dan hebben we de a. En de a is het getal wat voor de x staat in de formule van k. Dus we gaan even kijken wat staat er hier voor de x. Nou dat is min a. Dus tussen absoluut strepen min a. En die gaan we vermenigvuldigen met de x-coördinaat van het punt. Want xp dat was deze. Dus we pakken het punt er even bij. Dat was punt a. De x-coördinaat is 5,5. Dus we gaan min a vermenigvuldigen met 5,5. Nou, daar kan ik natuurlijk min 5,5a van maken. En dan gaan we verder. Plus b. En b is het getal wat voor de i staat. Dus we gaan even kijken wat staat er in onze formule voor de i. Dat is een 1, dus we krijgen plus 1. Keer, en dan doen we de i-coördinaat van het punt. Nou, ons punt, punt a, heeft als i-coördinaat 3,5, dus we krijgen 1 keer 3,5, en dat is natuurlijk 3,5, dus ik kan hier gewoon schrijven plus 3 en een half. Ten slotte hebben we nog min c, en c is het getal wat aan de rechterkant... Van het is teken staat. Nou, dan gaan we even kijken. De rechterkant van het is teken staat min 6a. Het is min c, dus we doen min min 6a en min min is plus, dus we krijgen hier plus 6a. Absoluut strepen en dan gaan we door naar de onderkant. Dus we gaan even die breuk neerzetten, gedeeld door, en dan komt de wortel en we doen de wortel van a kwadraat plus b kwadraat. We beginnen even met de a. De a was het getal voor de x. Dus we gaan even kijken wat staat er voor de x. Dat is een min a. Nou, min a in het kwadraat is a kwadraat. Dus de wortel van a kwadraat plus. En dan doen we b kwadraat. b was het getal voor de i. Kijk in de formule. Voor de i staat een 1. Dus 1 kwadraat. En dat is natuurlijk 1. Dus je kan gewoon plus 1 opschrijven. Nou, we weten dat de uitkomst van onze afstandsformule die is wortel 10. Dus we kunnen die afstandsformule ook gelijkstellen, dus is gelijk, aan wortel 10. Want dat is wat eruit moet komen. He, dat staat in de tekst. Nou, nu zie je waarom het zo belangrijk was dat we in het begin onze B hebben uitgedrukt in A. Want wat je hier ziet staan is een vergelijking. En die vergelijking ziet er ingewikkeld uit, maar hij heeft maar één onbekende. En dat is die letter A. Dus als ik deze vergelijking kan oplossen, dan kan ik de waarde van a berekenen en als ik die a vervolgens hier ga invullen, dan is mijn formule voor k compleet. En dat is ook de reden dat ik in het begin van deze video die b vervangen heb door a, want daardoor heb ik hier alleen maar de letter a over en kan ik deze vergelijking dus oplossen. Oké, okay, nu gaan we deze vergelijking oplossen en het eerste wat we daarvoor gaan doen is onder die wortel 10 zetten we even een eentje. En dat is handig, want nu heb ik een situatie waarbij ik zowel links als rechts een breuk heb. En die twee breuken zijn aan elkaar gelijk. En dat kun je dan oplossen door kruislinks te vermenigvuldigen. Dus we gaan deze keer 1 doen en die wortel 10 doen we keer de wortel van a kwadraat plus 1. Nou, deze keer 1 dat blijft gewoon hetzelfde, maar ik ga wel hier binnen die absoluutstrepen, deze en deze, nog even bij elkaar optellen. Dus dan krijgen we tussen absoluutstrepen een half a. Plus 3,5 is gelijk aan en dan noemen we dus wortel 10 keer deze. Dus wortel 10 keer de wortel van a kwadraat plus 1. Zo, op deze manier. Nou, aan de rechterkant heb ik twee wortels die ik met elkaar vermenigvuldig. En als ik wortels vermenigvuldig, dan mag ik de getallen onder de wortels met elkaar vermenigvuldigen. Dus die linkerkant die blijft even zoals die is. En aan de rechterkant doen we dus deze keer die. En dan gaan we dus 10 keer a kwadraat doen. Dat wordt de wortel van 10a kwadraat. Plus, en dan nog 10 keer 1. Dat wordt gewoon 10. Dus plus 10. Zo. Nou, nu wil ik heel graag van die wortel af. En je kunt van een wortel afkomen door het tegenovergestelde van wortel te doen. En dat is kwadrateren. Dus we gaan rechts en links in het kwadraat doen. Nou, ik ga eerst even die rechterkant opschrijven. Dan krijgen we dus gewoon 10a kwadraat plus 10. Want ja, door het kwadraat gaat die wortel weg. Maar wat gebeurt er nu aan die linkerkant? Nou, je moet even bedenken, die absoluutstrepen die staan hier om ervoor te zorgen dat het antwoord wat daaruit komt sowieso positief wordt. Dus stel dat hier min 8 zou staan, die absoluutstrepen maken daar iets positiefs van, dus die maken daar 8 van. Als ik dit ga kwadrateren... Je weet dat de uitkomst van een kwadraat altijd positief is. Bedenk bijvoorbeeld min 4 in het kwadraat levert 16, want we doen min keer min, dat wordt positief. Als ik dit dus ga kwadrateren, dan hebben die absoluutstrepen helemaal geen zin meer. Want de uitkomst van een kwadraat is toch al positief. Dus als we dit gaan kwadrateren, dan mogen we die absoluutstrepen weglaten. Want door het kwadraat wordt het sowieso positief. Ze hebben dus geen nut meer, dus dan kunnen we ze net zo goed weglaten. Dus dit wordt dan gewoon tussen haakjes een half a plus 3,5 in het kwadraat. Zo, oké. Okay. Nu gaan we deze vergelijking oplossen. En daarvoor gaan we eerst aan de linkerkant dat kwadraat even uitwerken. Nou, als je dat doet, dan krijg je 1 vierde a kwadraat plus 3,5 a plus 12 1 vierde is gelijk aan 10a kwadraat plus 10. En nu gaan we alles wat aan de rechterkant staat naar de linkerkant brengen. En dan krijg je aan de linkerkant min 9 3 vierde a kwadraat plus 3,5 a plus 2 1 vierde is gelijk aan 0. Nou, wat ik nu wil is ervoor zorgen dat er voor de a kwadraat een 1 staat. Want dan kunnen we kijken of we product -som kunnen gebruiken. Dus we gaan alles vermenigvuldigen met min 4. Want dan werk ik die breuk die daar staat weg. Als je dat doet, je vermenigvuldigt alles met min 4, dan krijg je hier 39a kwadraat min 14a min 9 is gelijk aan 0. Kijken of we productzommethode kunnen gebruiken. Nou, dat gaat niet lukken, want hier staat die 39. En als ik die 39, daar wil ik een 1 van maken, moet ik delen door 39. Krijg ik hier een breuk en daar ook, dus dat heeft geen zin. Dus we moeten hier wel gebruik maken van de ABC-formule. Dus we noteren de discriminant. En de discriminant is b kwadraat min 4ac. Dus dat wordt hier tussen haakjes min 14 kwadraat min 4 keer 39 keer min 9. En daar komt 1600 uit. Dus de discriminant is 1600. Dan gaan we de waarde van a berekenen. Dus a is min b. Dus dat wordt min min 14 is plus 14. Dus 14 plus of min de wortel van de discriminant. Gedeeld door 2 keer a en a is 39. Zo. Nou, als je dit uitrekent, dan komen er dus twee waarden van a uit. En die twee waarden van a zijn a is min 1 derde of a is 9 dertiende. En dit zijn de twee waarden van a. Wat ik nu nog even moet doen is de formule van k opstellen. Oké, okay, ik heb nu de belangrijkste dingen even opgeschreven. We hadden dus helemaal in het begin van deze video dit bepaald. Voor k geldt i is ax min 6a. En we hebben net dus gevonden aan de hand van onze vergelijking dat a twee waardes kan aannemen. Ja, het enige wat we nu nog even moeten doen is de twee formules voor k opstellen. En we kunnen die formules dus opstellen door a hier in te vullen op die plek in de formule. Dus we noteren a is min 1 derde. Geeft i is min 1 derde x. Zo, en als we hier min 6 keer min 1 derde doen, dan komt daar 2 uit. Dus min 1 derde x plus 2. Nu gaan we a is 9 dertiende invullen. Dus we noteren a is 9 dertiende geeft i is 9 dertiende x min. 4, 2, 13e. Zo. En dit zijn dus de twee formules van k waarvoor geldt dat de afstand tussen a en k gelijk is aan wortel 10. Dus wat hebben we nou in deze video gezien? Nou, je kunt dus de afstandsformule gebruiken om bijvoorbeeld de formule van twee lijnen op te stellen die op een gegeven afstand van een bepaald punt liggen. Als je dat wil doen, dan ga je dus eerst met die formule aan de slag. Je gaat die formule zo schrijven dat er maar één letter onbekend overblijft. In dit geval de letter A. Nou die A die kunnen we berekenen met behulp van die afstandsformule, hè, want daar ontstond een vergelijking. En die stap van die vergelijking die kom je bij heel veel opgaven tegen. Dus dat is iets om in je achterhoofd te houden. Bij het oplossen van die vergelijking kun je gebruik maken van kruisingsvermenigvuldigen. En je kunt die modelenstrepen wegwerken door te kwadrateren. Dat hebben we halverwege ook gedaan, dat ging weg, want in het kwadraat is altijd positief. Dus die strepen die vielen weg. Nou, vervolgens hebben we met behulp van de ABC formule onze waardes van a berekend. En tenslotte hebben we die ingevuld in onze oorspronkelijke formule voor k. En toen vonden we de twee antwoorden, namelijk i is min 1 derde x plus 2 en i is 9 dertiende x min 4 2 dertiende. Handig hè, zo'n uitlegvideo. Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal en dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.